Welkom bij de Undercut, waarin we het afgelopen raceweekend met een karrevracht ongezouten meningen en heel veel liefde voor de sport behandelen. En deze aflevering, nog puur in emotie van een fenomenale race in Monaco, hebben wij Verstappen worstelend naar een fantastische zege en een momentje van stilte voor de titelhoop van Perez. Maar eerst even voorstellen natuurlijk. Mijn naam is Kanne Bronckhorst en bij ons in de studio hebben we Formule 1 liefhebber Puur Sang en medeoprichter van GP-blog Sebastian Bakker. Ondertussen het allerlaatste nieuws aan het checken, want we zijn hem direct aan het opnemen na de Grand Prix. We hebben onze e-driver in residence, David Plasman. Leuk dat je weer bent natuurlijk. En onze hoofdredacteur Tim Kraai. Nog eventjes hier voordat je weer uitvliegt. Dat was geen woordgrap op je achternaam. Voordat we dat weer krijgen. Nee, ik vlieg ook echt naar Barcelona inderdaad. Naar Barcelona inderdaad. Maar goed jongens. Ik vind zo'n... We hebben de rosé op tafel gezet. Om even te genieten van Monaco toch. Want dit is een van die heerlijke raceweekenden. Het is buitenzonnig. En we zitten naar race in Monaco te kijken. Heb je ook zo genoten? Ik bedoel, we hebben het hier samen bekeken natuurlijk. Maar... Ja, heel lang was het natuurlijk niks. Tot de regen viel. En Sebas staat eigenlijk al vanaf ronde 5 staat hij te bidden voor de regen. Heeft af en toe een dansje tussendoor gedaan. En hij kreeg gelijk. Het heeft gewerkt, jongens. Het heeft gewerkt. Goed, als je het een beetje nauwlettend in de gaten had gehouden, dan zag je waarschijnlijk wel dat er ergens zondagmiddag regen zou gaan vallen. Ja, en ik was bang. Ik was bang. Dat zou dan 5 minuten voordat de race klaar zou zijn vallen. Maar nee. Ja, we hadden gewoon 28 ronden. In het nat. Ja, je zat even te zeiken om een rode vlag, zodat je dan langer regen kon krijgen. Ik moet het heerlijke race gezien. Maar laten we meteen eerst even toch teruggrijpen naar de kwalificatie. Die pas echt op gang kwam in Q3, hè? Nou ja, voor mij in Q1. Daar begon het natuurlijk met Perez, die al zijn kansen weggooide. De King of Streets. Ja, nee, laten we even realistisch zijn. Een oerdomme fout om in Q1 zo'n blackout te hebben in de eerste bocht. En daarmee weet je al dat je in Monaco het hele weekend weggooit. Dan loop je gewoon achter de feiten aan. Precies, ja. En dan Q3 was inderdaad, dat is een van de spannendste kwalificaties die ik tot nu toe sinds tijden heb gezien in Monaco. Ja, het was genot hoorde ik van je. Ja, ik vond het fenomenaal. Ik zat echt op het puntje van de bank op dat moment. Je ziet eerst allemaal kandidaten voorkomen. Die baan die werd gewoon razendsnel, gewoon steeds sneller. Je ziet op een gegeven moment allemaal unusual suspects opeens staan. Ja, en dan zie je natuurlijk Alonso paars, paars, paars. Ja, en dan hebben we het allemaal gezien. Verstappen. Ja, die doet het onmogelijke in de laatste sector. En die zet daar, een wereldprestatie neer. Ja, Tim, je hebt die laatste sector wat beter bekeken. Waar pakt Verstappen die tijd dan? Is hij nou echt gewoon zo goed? Of had hij gewoon zijn bandjes gespaard? Voornamelijk in Raskas. Daar maakte hij echt wel een groot verschil ten opzichte van de concurrentie. Daarin leek hij die bocht gewoon net even wat korter te nemen. Daar is hij sowieso vrij goed in om die bochten gewoon... Ja, dat klinkt heel simpel, maar korter te maken. Heel veel coureurs die zijn dan toch gewend om van buiten naar binnen naar buiten. Zeg maar de kartlijnen die je ook krijgt toegesproken als je nu zelf de kart bijna opstapt. Maar hij maakt ze toch allemaal net wat korter. En dat helpt dan gewoon in zo'n technische sector. En wat ook wel meespeelde, waar hij het zelf over had. Want die eerste twee sectoren liepen, zeker de eerste sector, liep eigenlijk niet zo goed. En dat had ook weer te maken met het feit dat hij... Nou, eigenlijk zijn banden nog niet op temperatuur had. Want had maar een korte ronde kunnen rijden. Was ook wat trager dan dat hij wilde. Dus daardoor was het misschien ook weer zo dat hij die banden wat meer over had aan het eind van de ronde. Dus het was gewoon een combinatie van factoren. Maar ja, het was echt een gruwelijke ronde natuurlijk. Ja, heerlijk om te zien. Dit is ook wel waarom je eigenlijk toch ook wel stiekem van die Formule 1 geniet. Hè? Ja, maar dit is ook gewoon dit is het prachtige van Monaco. Want weet je, heel veel gaan dan weer zeuren van ja, het wordt niet ingehaald. Maar alleen die zaterdag al is toch mooier dan een weekend in... Nou ja, noem eens wat. Bahrein. Ja, nou, Bahrein, Abu Dhabi, weet je. Alleen die zaterdag Qatar is al mooier dan een heel weekend daar. Dus dit soort races horen gewoon bij de Formule 1. Dit is gewoon echt prachtig. Ja, en je ziet ook welke coureurs echt de skills hebben op Monaco. En ook welke niet. Ja, precies. Ja, je ziet een heel duidelijk verschil. En natuurlijk, je moet de ballen hebben om het te doen.
Maar als je zo dicht langs die muurtjes kan rijden, echt op de millimeter nauwkeurig. Nou, daarom krijg je Formule 1 de beste coureurs ter wereld. Dit was bizar. Heerlijk. En dan ook nog eens een keertje dat zonnetje erbij en al die andere gekke dingen. We hebben twee ontzettend leuke itempjes gevonden op het internet die wat ons betreft wel een beetje de sfeer samenvatten. Ja, die Conor McGregor is natuurlijk een gigantische crackpijp. Die heeft het ook naar zijn zin. Ook die gekke horen erbij. Maar die Ferrari 40 die daar eventjes of zo op de jacht getakeld werd. Dit is nog wel even een higher class dan in Miami. Hè? Dat bedoel ik. Ja. Miami doen ze alsof. Hier is het echt gekke werk. Ja, dit is wel... Ik weet, vorige keer vertelde ik dat ik die Grand Prix dus heb zitten kijken op een boot inderdaad in Monaco een paar jaar geleden. Maar ik zal nooit vergeten dat op de boot ernaast, tijdens de vrije training, zat dus letterlijk iemand op zo'n jacht. Zat Paris Saint-Germain tegen Rennes te kijken op zijn boot. Terwijl daarnaast dus die kwalificatie op vrije training, een van die twee, bezig was. En Paris Saint-Germain tegen Rennes, dus een doodsaaie wedstrijd ook nog eens een keer. Maar dat is dus wel, ja, dat is ook wel Monaco right there for you. Een ander dingetje wat opviel tijdens die kwalificatie is... die Mercedes is natuurlijk de muur in gegaan. Red Bull is de muur in gegaan. En ze moeten daar wel opgetakeld worden. Dus eindelijk kregen we eens een keertje te zien... hoe die onderkanten van die auto's eruit zien. En Sebas, je hebt er iets scherper naar gekeken. Ik bedoel, we zijn natuurlijk enorme leken... en we gaan ook niet doen alsof we aerodynamica... Nee, ik ga zeker niet doen alsof ik een soort van Adrian Newey ben. Maar als je de onderkant van de Mercedes vergelijkt... met die van de Red Bull, dan zie je wel dat die... Red Bull vele malen gedetailleerder is. En zeker met het stukje aan de achterkant, die diffuser. Ja, die ziet er gewoon veel technischer uit dan die Mercedes. Beelden hebben we helaas niet. Maar die zijn zeker te vinden op diverse fora. En ja, daar zie je het overduidelijk dat de Mercedes... Ja, dus die hebben ongetwijfeld wel een stap gezet. Maar als je kijkt naar de onderkant, dan... Hebben ze fijn kunnen afkijken dit weekend. Maar daar gaan toch was Wolf niet zo blij hoor. Met het feit dat die foto's er waren. Want die noemden de Marshalls onderdeel van Cirque du Soleil. Ja. Was vorig jaar of het jaar daarvoor werd Horner niet openlijk geschoffeerd omdat hij iets negatiefs had gezegd over een steward? Ja, nou, hij dekte zich redelijk in, want hij zei wel dat het een grap was en hij had heel veel respect voor de marshals. Dus hij dekte zich in om die straf te voorkomen. Ja. Yeah. Goed, ze vergelijken met circus acts, ja, dat is toch een beetje op de grens, zou je zeggen. Terwijl ik die marshals op Monaco altijd echt subliem vind. Hoe snel zij dingen opruimen. En wat mij opviel, ik heb toevallig van de week... Nou, niet helemaal toevallig natuurlijk... maar die Grand Prix van 2008 teruggekeken... waarin die marshals gewoon op de baan rondlopen... terwijl er nog gereced wordt. Weliswaar achter safety car. Maar toen zag je pas echt hoe snel zo'n auto... direct opgeruimd was van de baan. Dat was veel beter voor het racen. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, weet je, ze hoeven hem niet nog helemaal eraf te rijden. Weet je, stakelen omhoog. En ja, dat ziet er een beetje apart uit. Maar ja, staken omhoog over de hekken of huizen heen en dan is hij weg. Ja, we kwamen ook wel een ontzettend aardige comment tegen op onze website van Engineer. Die opmerkte, zelfs in de takel heeft de RB18 een betere balans dan de W14. Ja, scherp opgemerkt. De W14 viel helemaal naar achter. Ja, die was echt aan het... ging alle kanten op. Ja, daar komen we meteen eigenlijk bij dat volgende punt. Hè. Mercedes tegen de verwachtingen, of in ieder geval nou ja, wat we hier vorige week bespraken. Oké, ik zie jou nu weer heel blij kijken, want jij was de enige die vermoedde dat ze inderdaad... Geniepige lach je daar ook gewoon. Ja, niet te doen. toch kwamen ze met die updates. Wat kun je daar een soort van takeaway? Of zeg je van, nou ja, het is op Monaco geweest. Het is zo'n unicorn, net circuit. Daar valt echt niks zinvols over te zeggen. Nee, dat denk ik niet. Want het is inderdaad een unicorn van een circuit. Omdat je gewoon totaal geen referentie hebt met welk andere circuit dan ook. Dus wat je hier ook hebt geleerd. Ja, ik vraag me af of je er wat aan hebt. En dan heb je ook nog... Nou ja, dan moet je nog maar geluk hebben dat je auto heel blijft. Nou, ik weet niet wat Hamilton een stuk aan heeft gereden qua updates. Volgens mij viel dat wel mee. Ja. Maar... Dan nog is het toch wel tricky om dat in Monaco te gaan doen. En inderdaad, wat heb je er uiteindelijk aan dat je ze daar al kan testen? Ik denk vrij weinig. Alleen sector 3 Barcelona, daar kunnen ze er wat aan hebben. Dat is het enige wat er aan lijkt, maar of wat erop lijkt. Maar in Barcelona ga je pas echt zien wat het effect is van de update.
Alleen Barcelona nu trouwens ook niet meer, hè, want die laatste sector is weg sinds dit jaar. Ja. Dus heb je ook niets meer aan. Nou, ik denk dat Mercedes natuurlijk hebben, ze zullen ze verbeterd hebben, maar niet heel veel. Ik bedoel, een halve tiende op Monaco is nog steeds anderhalve tiende op, nou, of twee tiende op ieder ander circuit. En het is nu een beetje koffiedik kijken. Maar natuurlijk gaan ze vooruit. Mercedes gaat niet achteruit met upgrades. Maar om nou te zeggen, ja, ze hebben het gat wel echt goed gedicht. Dat kan, dat en is 6, onmogelijk. 6 en 8 in de kwalificatie, ja, hè, dus. Dat is onmogelijk. Nee. Uiteindelijk 4 en 5 in de race. Maar ja, dat is natuurlijk ook omdat er wel het een en ander gesuffeld werd in de race. De communicators hadden bij Ferrari, ja. Waar we zo dadelijk wel weer over te spreken komen. Maar we kunnen die race natuurlijk niet beginnen zonder magistrale Max en Alonso. Hè. Echt genoten van die twee gasten. Ja, op de limiet. Weet je hoe vaak Verstappen wel niet net tegen de rand of net niet tegen die rand heeft gezeten. Weet je, dat, ook in de regen natuurlijk. Dan ligt hij 25 seconden voor. Dan denk je van nou, tranquilo. Maar dat deed hij ook niet. Nee. Hij bleef maar gaan. Nee. Dus dat maakt het wel spectaculair. En weet je, hij wordt vaak vergeleken met Senna. Maar ja, dat zijn echt iconische beelden uit die tijd. Hoe die dat deed in de regen. Maar ja, dit had daar natuurlijk wel wat van weg. Als je gewoon 30 seconden wegrijdt van de nummer 2. Echt alles op een hoop rijdt. Ja. En dan moeten we nog wel niet vergeten dat Alonso met die strategie natuurlijk nog wel een beetje pech heeft gehad door die medium tuurlijk, erop te zetten. Maar inderdaad, ik ben met Tim eens. Maar mijn mening is dat je vandaag echt zag Max en ook Alonso, dat waren met z'n tweeën. Die reden zo weg van de rest. Dat waren echt een klasse apart. En ook als je kijkt naar een Stroll of een Perez, wat die niet kunnen bereiken in zo'nzelfde auto. Ja, dat, en ook de al die jongens eigenlijk erachter. Moeten we ze niet eens in hetzelfde kopje bespreken. Nee. Dat is eigenlijk wel een schande. Nee, die is voor het kopje Formule 2. Ja. Ja. Nee, maar het is ontzettend pijnlijk voor die gasten natuurlijk. Maar wat mij echt opviel aan Verstappen, zeker toen hij op een gegeven moment op die, wat is het, 50 ronde oude mediums rondreed in de regen. Glibberen, glijden alle kanten op. Hij houdt die auto, soort van, echt wel uit de muur. In het verkeer ook nog, hè? Want daar zat verkeer, hij ook nog eens. Ja. Inderdaad, er zaten slijtageplekken op zijn banden. Het was helemaal gedaan met die banden. Ja, en dan nog zo cool inderdaad blijven. En over de boordradio was hij wel wat geïrriteerd dat hij nog niet naar binnen was gehaald. Maar het was van Red Bull natuurlijk ook wel gewoon de perfecte zet om hem buiten te houden. Ja. Want er zaten er een paar wat onrustig op een stoel, ook bij ons. Maar ik denk dat het wel beter was dat hij buiten bleef. Alles was klaar hoor. Ja, want dan had Alonso had hem dan. Weet je, en dat is natuurlijk het gevaar. En dat was het mooie dat Alonso daar nog binnen pitstop afstand zat. Want Verstappen kon het gewoon niet doen. Want in Monaco is de kans zo groot dat, nou ja, al onze teamgenoot had hem zomaar kunnen parkeren in de muur. Heb je een safety car, ben je klaar. Ja. Nee, zeker. Ook onbegrijpelijk, die gewoon van hak op de takken. Maar die beslissing van Norris was er toch? Dat ze nog eventjes naar die binnen gingen één ronde voor. Dat het losbarstte, ging je naar binnen naar verse slicks. Nee, die zagen de regen niet aankomen. Die zaten echt te veel met een neus in de computer. Nee, maar ik denk dat het voor een hoop wel raar was. Want Alonso ging natuurlijk ook naar slicks naar binnen. Sainz ging ook voor slicks naar binnen. Ja. Dus het was blijkbaar was het toch niet zo 100% zeker dat die regen zou komen. Maar en dat is dus natuurlijk daar ook heel lastig met die heuvel die je hebt. Maar dat is dus precies waarom Red Bull Verstappen naar buiten hield. En die hebben blijkbaar wel vertrouwen erin dat die gozer die auto op de weg houdt. He, dat is toch wel, dat moet je als teambaas of team die aan de pitwall, moet je toch wel vertrouwen erin hebben dat die gozer ondanks alle omstandigheden die auto uit de muren houdt en ook nog enigszins zijn voorsprong behoudt. En het is ook een kort rondje dan natuurlijk, hè? Want kijk, ik weet toen Sochi was dat met Norris en Hamilton. Mm-hmm. Oh, ja. Dat was echt een lang rondje als je dan een ronde te laat naar binnen gaat. Kijk, als je een ronde te laat naar binnen gaat hier, ja, je verliest wel wat. Maar hij had natuurlijk best wel een marge. Dus dan kan je dat risico natuurlijk ook wel makkelijker nemen. Maar dan nog is het wel Monaco. Waar als je echt geen grip meer hebt, dan is het klaar. Dan is het gewoon echt klaar. Ben je weg, ja. Ik vond het heel leuk om Verstappen aan het einde te horen zeggen, ja, I love it. Alonso zei ongeveer hetzelfde. Maar hij zei ook, ja, I try to control it with a little bit of drifting. En dat zag je ook echt als je meekeek bij hem aan boord. Hij was lekker aan het spelen met die auto gewoon. Ja, maar sowieso weet ik dat van Max. Dat zie je ook in de simulator. Die auto van Max is heel erg. Die wordt geroteerd van achter. Dus je stuurt de auto als het ware met de achterkant. Dus je moet je voorstellen dat de voorkant wat minder doet en de achterkant heel veel. En voor heel veel rijders is dat heel erg moeilijk te controleren. Want die achterkant in één keer heel scherp mee kan gaan, waardoor die uitbreekt. En je zag nu in de regen ook dat het eigenlijk Max heel erg te goede kwam. Aangezien die voorbanden, die waren echt op.
En toen moest hij, vooral met het beetje regen, banden op, moet je met het gas een beetje gaan spelen om die auto toch te laten roteren. Met een beetje wielspin kan die auto toch nog wat meer naar rechts of naar links zetten. Ja, dat is echt wel Max' specialiteit. Ja, maar ook gewoon jarenlange ervaring in de karts en trainingen met Jos natuurlijk. Want weet je, hij moest altijd op sliks naar buiten als het ging regenen. Ja, dat zie je hier wel. Want inderdaad, wij zaten op die onboard natuurlijk te kijken. En inderdaad, waar hij juist heel clean is... In normale omstandigheden was het nu echt dat karten. Dus blijven corrigeren, continu maar weer meesturen, extra gas geven. Het was echt... Ja, oeps, beetje muur, ja, gaan we door. Wat zich niet kunnen voorstellen is op sliks rijden in de regen. Want 80% van de mensen heeft dat nog nooit gedaan. En dan misschien een dagje karten. Nou, dan moet je nog mazzel hebben dat het regent of pech hoe je het ziet. En dat je dan op sliks gaat rijden. Maar op sliks... Zeg maar gewoon nul profiel en regen. Je kan naar links of naar rechts sturen en er gebeurt helemaal niks. Je onderstuurt gewoon alle kanten op. En dan merk je ook dat je echt met je rem heel voorzichtig moet zijn en met je gas de bocht in moet roteren. En dat zit zo, wat Tim zegt, met Jos getraind. Dat zit zo in zijn DNA en dat plukt hij nog steeds in de Formule 1. Iedere race, zeg maar, wanneer het nodig is er de vrucht van. En dat deed hij ook wel echt, waar ik echt van genoten heb op zijn eigen manier. Horner was wel iets gereserveerder erover. Die zei, ja, ik heb een paar keer mijn seat moeten vastgrijpen. Dat ik dacht, oh nee, dan gaat hij weer. En hij benoemde daar heel specifiek ook de kwaliteiten van Giampiero Lambiase in het managen van zijn coureur. Dat vond ik toch wel mooi van Horner. Hoe die dan Lambiase naar voren schuift. Als in, ja, maar die combinatie tussen die twee werkt gewoon heel goed. Verstappen raakt natuurlijk op een gegeven moment wel geïrriteerd dat ze niet de pits ingaan. Maar blijft informatie geven, blijft rustig. En dat is, ja goed, om daar nog eens neer uit te gaan delen, maar we gaan het gewoon doen. Dat is dan zo'n wereld van verschil met Ferrari. Wat de pits ingaat en weer stay-out. En weet je, het is allemaal zo paniekerig. En daar is het zo rust en kalmte. Dat is echt, ja, ook daarvan kan je wel genieten. Ja, eerlijk. Horner zei op het einde er ook over. Ik vond, it was magnificent. He covered all conditions. En ik vond dat eigenlijk het ultieme compliment in die gast. Is wat er ook gebeurt, wat er ook op me af gegooid wordt. Op de ene manier zorgt hij ervoor dat hij die overwinning ook echt verdient. Want dat is waarom hij wereldkampioen is op dit moment. Ja, en ja. Naar mijn mening de beste rijder. Maar dat zag je gisteren toch ook? Absoluut. In die kwalificatie. Ik bedoel, het zag er allemaal even uit dat hij niet die pole pakte. En hij knoopt het allemaal aan elkaar in die laatste sector. Ja, dat is gewoon magistraal. Ja, nee, maar dat is het gewoon. Woord, ja. Ja. Heel even naar Alonso. Ik was een beetje verbaasd toen hij op sliks de pitstraat kwam rijden. Hadden jullie hetzelfde idee? Het scheen wel ergens ook om een communicatiefout te zijn gegaan. Er zal ergens, en wat ik zeg, weet je zag het bij Ferrari, je zag het bij een paar andere teams die het ook deden. Ik denk gewoon dat het heel erg ertussenin zat of het nou wel of niet zou gaan vallen. En dat zij gewoon gokten op mediums. Maar wel goed gecorrigeerd, want als je naar Haas keek, die liet wel Magnussen gewoon doorrijden. Zo van, ja, misschien komt het nog goed. Maar Aston Martin maakte meteen echt heel volwassen, snel de keuze van hop meteen naar die intermediates. Want wij willen die punten dan... Je had ook wel de marge natuurlijk, ja, hè? Nee, zeker. Ja. Maar meteen ingrijpen en niet nog even een rondje aankijken. Want dat ene rondje kan al fataal zijn. Ja, nee, dat is zo. Maar Alonso ook natuurlijk gewoon een fantastisch weekend gehad. Eén die kwalificatie, weet je. Uiteindelijk iedereen gunde hem eigenlijk de overwinning. Zelfs Verstappen natuurlijk. Maar hij heeft er alles aan gedaan. Want als enige kon hij binnen pitstop afstand blijven van Verstappen. Dat is niemand anders gelukt. Hij heeft de race nog enigszins spannend gemaakt. En, en dat is, ja, weet je, hoe oud is hij ondertussen? 195. Dat zijn ze aantal races. 41 toch? Ja, 41. Ja. Maar ja, echt bizar. Echt bizar dat die gast nog op dit niveau zo goed kan presteren. En je vraagt je af, hoe lang gaat hij nog door? Nee, hoe lang kan hij nog door? Je zou bijna denken dat hij nog niet zo best is. Wereldtitel met Aston Martin Honda. Alonso, 48 jaar oud. Nou, dat is wel nog wat, hè? Want dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet besproken. Natuurlijk, tussen deze twee afleveringen is dat eventjes beklonken. Honda... Met Aston Martin. Ja, zeg er eens wat van. Ja, ik denk dat het weer een meesterzet is van Lawrence Stroll. Maar ik denk dat ze bij Red Bull wel een klein beetje aan het huilen zijn. Ja, maar weet je, Red Bull die heeft een afdeling opgezet. Kost gigantisch veel geld. En Honda die
ja, die weten gewoon niet wat gaan we doen. Blijven we? Nee, we gaan weg. Dan komen we toch weer terug. En ja, het is heel onduidelijk. En ik denk voor de grootte van Red Bull is het beter dat ze het nu gewoon in eigen hand hebben. Ja. Want hoewel dit inderdaad wel gewoon in eerste instantie best wel pittig zal zijn qua investering, maar ook qua of je dat voor elkaar krijgt qua niveau. Maar je hebt het wel gewoon allemaal in eigen huis. Dus je kan het nu zelf controleren. Dus niet meer zoals Renault, niet meer zoals met Honda dat het dan opeens vertrekt. Je hebt het nu gewoon zelf in huis. En dat is bij Honda, ja, dat die opeens stopte. Kijk, natuurlijk zijn ze wel geïrriteerd dat Honda nu opeens toch weer terugkomt. Maar ik vind het prachtig voor de Formule 1, voor Honda, maar ook voor Aston Martin, dat de deal wordt. Want, ja. En het is helemaal geen garantie op succes. Want we hebben McLaren gezien. Nou, daar ging het helemaal mis. Nou, bij Red Bull is het goed gegaan. Maar als je succes wil hebben, moet je fabrieksteam zijn. Dus daarom hebben ze wel. Weet je, met Mercedes gaat dat never nooit lukken. Ja, het zou wel mooi zijn als het Alonso nu tweede keer wel lukt. Dan met Honda. Alonso en Honda is geen gelukkige huwelijk gebleken tot nu toe. Ja, je ziet daar natuurlijk ook wel. Ik vind het ergens wel maf, hè? Want Mercedes en Aston Martin heeft natuurlijk wel een innige band. Mercedes is deels eigenaar van de toko. Wolf is deels eigenaar van de toko. De roadcars van Aston Martin rijden ook met Mercedes motoren. Dus daar zit natuurlijk een hele duidelijke band tussen die twee. En Honda en Aston Martin, daar zit helemaal geen samenhang tussen die twee. En ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking zal verlopen. Want je hoort van, nou ja, eigenlijk door de jaren heen altijd, dat met name het geheim van een goede samenwerking met Honda is met name inderdaad op het gebied van hoe behandel je die Japanners. Dat schijnt toch wel een vak apart te zijn bijna. En ik ben heel benieuwd hoe een Lawrence Stroll dat gaat doen, die toch niet bekend staat om zijn zachtaardige diplomatieke aard. Die eerste meeting willen zien van Lawrence Stroll in de boardroom bij Honda Japan. Ja, maar hij is twee keer zo groot als die hele kamer. Ja, ik denk dat hij zegt van als je nu niet je mond houdt, dan eet ik je op. Ik denk dat het echt zo gaat. Ja, dat is inderdaad wel interessant. Maar ik vind het van hem wel, en ik heb daar van de week ook een column over geschreven op de website. Ik vind het wel dat hij stiekem toch best wel slim is. Als je dat zo bekijkt, weet je. Je kan heel veel geld hebben. Je kan heel veel geld in een Formule 1 team pompen. Maar dat kan je op heel veel verschillende en verkeerde manieren investeren. En weet je, hij heeft geïnvesteerd in een 200 miljoen pond fabriek. Hij heeft geïnvesteerd in de juiste mensen. Hij zet stercoureurs naar zijn eigen zoon die daardoor verbleekt. En trekt dan nu ook nog zo'n nieuwe Honda deal binnen. Dus hij heeft niet voor niets zoveel geld verdiend. En blijkt ook nog eens alle emotionele aspecten van het zaken doen aan de kant te kunnen schuiven. Ja, absoluut. En hij durft wel gedurfde keuzes te maken. Dus ik ben ook wel heel benieuwd welke kant op gaat. Maar ja, wat je zegt, wij Red Bull zullen ze wel enigszins meewarend kijken van oké, ze hebben dus onze chief aerodynamicist overgenomen. En nu nemen ze ook onze motorpartner over. Ja. Kleine sidestep na de race-analyse. Maar, Ja, wel leuk. Leuk onderwerp. Nee. Dan hebben we nog deze. Ja, jongens. Dat was het momentje stilte voor de titelhoofd van Sergio Perez. Het gebroken hart. Ja, die man twee keer op een ronde gezet. De koning van de straten in Mexico. Was hij al gedegradeerd door Sebastian. Ja, de koning van de steeg volgens Sebastian. Ja, het is nu de koning van de achtersteegjes. Want het was helemaal niks. Hè? Ontelbaar veel fouten. Het was ongelooflijk in zo'n auto. Dat je het niet voor elkaar krijgt om clean overtakes te doen. Het moment met Stroll dat je ernaast zit en dan zeg je hij duwt me eraf. Dan denk ik, kerel, ik zeg gewoon niks, want hij weet donders goed dat hij fout zit. En dan vervolgens en dan niet vol blijven zitten. En dan gewoon volledig afsnijden. Dat, ja. Maar dat is nog het mooiste van alles. En ja, wat er natuurlijk in de Mexicaanse media wordt geroepen, komt ook bij hem vandaan. Want dat is ook zijn vader. En kijk, de titelkansen zijn nooit over. Er zitten alsnog nog 40 punten dicht bij elkaar. Alleen ik denk dat zijn zelfvertrouwen nu al echt een behoorlijke klap heeft gekregen. En wat Perez moet doen, is hij zoals voorheen, afgelopen seizoenen, toen presteerde hij ook niet goed, maar hou je mond, rij je races en kijk wat eruit komt. Maar je gaat jezelf zoveel druk opleggen met zulke uitspraken naast Max Verstappen, die zo weergaloos rijdt. Ja, hij maakt het zichzelf alleen maar moeilijker. Nou, ik durf het nog wel harder te stellen. We hebben het er net natuurlijk ook al over gehad in een video die later nog op de website komt. Maar nee, dit kampioenschap is klaar. Dat was het eigenlijk voorafgaand al. Ja. Maar hij heeft nu in de eerste 6 races zitten eigenlijk de meeste races waarin hij nog het goed kan doen. Monaco,
Baku, Saoedi-Arabië, Australië een beetje. Dat zijn echt die stratenraces waarop hij over het algemeen goed is. En dichter bij Verstappen zit en hem op een goede dag kan verslaan. Ja. Hij staat nu bijna 40 punten achter. Ja, maar... Nu komen... Wat krijgen we? Heb jij hem toevallig op Parijs? Spanje. Engeland. Red Bull Ring. Canada. Is helemaal Verstappenland. Dan heb je nog Zandvoort, Spa, Hongarije. Geen één circuit daarvan past in dat rijtje. Die krijg je pas weer een keer in Singapore. Nou, in die tijd staat Verstappen 120 punten voor. Is kampioenschap klaar? Ja. Schrijf hem op. Het is echt klaar. Ja, jij kalt hem bij deze. Ja hoor, is klaar. Zondag 28 mei. Maar zeg eens eerlijk, vinden jullie dat nou saai? Ja. Zeker, alleen er is altijd een team dominant. En als er voor mij, als die spanning daarachter ook groot is, goed wordt gevochten, daarachter is een Alonso die bijvoorbeeld het duel aan kan gaan met een Perez. Ja. Het Verstappen wegrijdt, geloven wel, dat weten wel. Ja. En het is mooi, alleen ik wil die Alonso dan nog wel lekker tweede zien worden. Dat is dan mijn challenge, weet je. Dat vind ik dan leuk. Ja, nee, maar kijk, weet je, dat is natuurlijk inderdaad, daarom zijn wij nog steeds na zoveel jaar Formule 1 fan. Weet je, er is genoeg in de Formule 1 om naar te kijken. Alleen al aan geruchten kan je een hele week vullen met Formule 1 liefhebberij, zeg maar. Maar het kampioenschap is hierdoor wel saai natuurlijk. Dit is geen 2021 en dat is echt een speciaal jaar. Maar vorig jaar was het natuurlijk nog best wel lang enigszins spannend. Ja. Hey, maar toch heb ik me wel begonnen naar die Grand Prix te kijken vandaag. Hoor. Ik heb echt genoten. Ik heb echt een mooie race gezien. Ja. En wat ik heel knap vind, is dat op de een of andere manier, ondanks omstandigheden met een hoosbui erbij, geen safety car, geen rode vlaggen. En dat is ook wel een compliment. Dan is er gewoon geen één echt hard afgegaan. Nee, ze hebben het allemaal net weten controleren. Zelfs Sainz toen hij er op een gegeven moment een soort van in een 360 vanaf vloog. Maar goed, eventjes nog terug over Perez. Wat ik ook nog wel even wil aanhalen is wat een enorm verschil met die vertoning van vorig jaar. Hè, waarin hij dus heel stoer riep, oh, ik heb te vroeg mijn contract verlengd hier en ik ga weer voor het wereldkampioenschap. Ja, kijk, ik snap wel dat die jongen ergens zijn moed vandaan moet halen. Het is een topsporter. Die moet ergens de motivatie vandaan halen om echt te presteren. Ik snap het wel. Maar er is toch ook een punt waarop je denkt, ik hou even mijn muil voor nu. Ja, maar dat is zijn hele valkuil. Op het moment dat het even goed gaat. Kijk, dat ging ook mis in Australië. En toen heeft hij zijn team nog de schuld gegeven ook. Ja, over die daar remmen, heeft hij nooit zijn woorden voor teruggetrokken. Nu was je bang dat hij er weer iets van zou gaan zeggen. Maar het is elke keer wat. Miami ook. Wordt hij om de oren gereden door Verstappen. En dan is zijn antwoord eigenlijk, ja, ik moet hier met het team naar gaan kijken. Nee, lul, je hebt gewoon te traag gereden. Dat is gewoon jouw hele probleem. Ja. En nou komt hij naar Monaco. En als hij daar gewoon gaat rijden zoals hij normaal in Monaco rijdt, is er niks aan de hand. Zit hij in ieder geval P2. Goede kwalificatie, misschien wel P1. Maar nu gaat hij zo hard in Q1 een eerste bocht door. Omdat hij denkt van, oh, ik moet ook in die bochten net zo snel zijn als Verstappen. Dat ik denk van, ja, dat is vragen om problemen. En maar ook in de race, als hij zwaar aan het overdriven. Die ja, maar dat hebben we zien maken. Dat hebben we in het verleden ook bij Force India gedaan. Crashes met Ocon natuurlijk toen de tijd. Ja, maar bij Force India kan dat nog, hè? Ja, toen viel het minder op. Maar dat soort dingen zie je nu gewoon weer terug bij. Hij reed gewoon vier keer tegen anderen aan. Die ene ronde, ik weet niet meer precies welke ronde dat was, maar ergens richting de tweede helft van de Grand Prix. Vond hij gewoon letterlijk in één ronde. Stroll was echt belachelijk, want die gaf hij dus inderdaad niet terug. Drie keer tegen iemand anders aangereden is. Ja, maar Stroll kreeg je uiteindelijk terug. Waarom? Omdat hij bovenop Magnussen knalde over Hulkenberg op een van de twee. En dan gaf hij die weer de schuld, want die had hem gebreektest. Nee, je zit er gewoon te dicht bovenop. Ja, het is wel wat Tim zegt, hè. Hij heeft dit al eerder gedaan bij Force India, inderdaad met Ocon. Alleen, dan rij je niet aan de top en dan wordt het een klein beetje belicht. Alleen nu lig je echt onder een vergrootglas bij een topteam. En vooral het beste team. Ja. En eigenlijk is hij in die jaren niks veranderd. En hij kan zo snel zijn. Maar hij kan snel zijn. Als hij in de schaduw van Verstappen staat, dan is hij zo snel. Als hij weet, het druk ligt er voor mij. Want Max is over het algemeen sneller. Dan rijdt hij zijn rondje en dan kan hij er zo'n gigantische snelle tijd uitpersen. En dat gevoel moet hij terugkrijgen om überhaupt nog echt serieus tweede te gaan worden het kampioenschap. Omdat ik vandaag gezien heb, dan ga je, als je deze lijn doortrekt, dan ga je zoveel fouten maken, dan ga je heel veel races niet eens uitrijden. Maar misschien is dit ook wel een beetje de tax, hè? Want je hebt altijd met tweede coureurs dat ze een x-aantal jaar maar volhouden naar zo'n grote man. Dit is jaar 3. En dit jaar begon hij echt vorig jaar al een beetje in het begin van het seizoen. Nu echt nog met veel meer bombarie van het gaat hem worden. Misschien is dit wel de nekslag die hem uiteindelijk straks een stap terug doet zetten. Maar wie dan, nu gaan we heel erg voorsorteren, maar ja, wie dan volgend jaar naast Max? Perez is gewoon de Bottas 4.0. Dat is wat het is. Ja, nou kijk, weet je, in principe, van mij hoeft hij er ook verder niet uit. Want
Klopt. Het is voor Red Bull een prima tweede man. En hij heeft er tot nu toe steeds gestaan als Verstappen er niet was. En als het nodig was. Santé. Proost. Wil je iets zeggen? Ik wil speechen. Maar... Dus weet je, wat mij betreft mag hij zijn contract uitdienen. Want inderdaad, de opvolger staat ook niet zo 1, 2, 3 klaar. Ik zou dan denken aan Albon. Hele rare move om weer terug te gaan, maar weer een paar jaar verder. Maar die doet het toch ook niet bij Williams op een manier dat je denkt, ja. Ik zou dan Norris proberen te halen. Ja, zo. Maar dan ga je ook problemen in huis halen. Ja, dat weet ik. Maar dan heb je wel in ieder geval de snelste. Ja, maar dat gaat Red Bull nooit doen. Er moet gewoon heel goed met Perez gepraat worden. Ook over de verhalen in de Mexicaanse media. Dat Verstappen wordt voorgetrokken. En mocht dat zo zijn, dat Max eerst de betere onderdelen krijgt. Is dat terecht? Ja, precies. Dat is terecht. Maar dan moet Red Bull het op een gegeven moment ook gaan uitspreken. Vind ik wel. Dan moet je op een gegeven moment ook gewoon heel duidelijk zeggen tegen Perez... Je bent nu de Bottas. Maar dat is algemeen bekend in de Formule 1. Ja, maar ze zeggen het niet. Weet je, het is nog steeds dat zal uiteindelijk ooit in je contract worden gezet. Je contract zitten bekijken, je secundaire arbeidsvoorwaarden. Jij fungeert als Bottas. Ja. Maar iemand anders heeft hij ooit een keer die heeft hem het schoothondje genoemd, volgens mij. Zover wil ik niet gaan. Maar ja, zeg dan gewoon duidelijk, je bent nu gewoon de tweede rijder. Dan is het helder. Dan heb je dit gedonder ook niet. Ja, denk je niet dat dat ook ergens ook wel vastgelegd ligt? Ja, maar misschien is het ook wel goed om naar de buitenwereld te zeggen. Het feit dat jij... Maar dan is hij dood. Ja, maar ja, nee, dit is lekker. Het feit dat jij maar een paar miljoen verdient en je teamgenoot 40 miljoen zegt toch eigenlijk ook... Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat zegt wel alles. Over mensen die ook nog niet helemaal zeker kunnen zijn van hun plek in de Formule 1. We hebben natuurlijk wel vaker over Nyck de Vries gehad. Dit zijn wel de races waarin hij het even moest gaan laten zien. Eindigt weliswaar voor Tsunoda. Haalt ook Q2. Dus dat zijn op zich hoopgevende dingen. Alleen ja, niet op eigen kracht voor Tsunoda. En dan moet ik ook wel zeggen dat hij in Q2 weer achter Tsunoda stond. Tegelijkertijd, hij maakt niet dat foutje wat Tsunoda dan wel maakte. Dus wat is jullie, als jullie nu helemaal Marco zijn, wat vinden jullie? Tsunoda maakte niet echt een fout, hè? Dat waren meer remproblemen van de wagen. Ja. En hij werd... Heel dom wat de engineer van Tsunoda aan het doen was. Want Tsunoda had makkelijk... ik weet even niet meer wie het, 1, 2, 3, wie het was. Maar hij had makkelijk achter zich kunnen houden. En er wordt gezegd, hey, je moet het tempo op gaan pakken. En ik bedoel, die Tsunoda komt. Weet je, als die de verdedigende lijn rijdt... dan gaat hij er in principe nergens langskomen. Dan is het in de regen nog een ander verhaal natuurlijk. Maar het ging oké. En ik vind de Vries heeft een stapje gemaakt. Maar het stapje moet groter. Hij heeft hem uit de muur gehouden, heeft Q2 gehaald. Maar nog wel een behoorlijk gat naar zijn teamgenoot. Ik vond het wel een degelijk optreden. Weet je, je moet het je wel beseffen. Eerste Formule 1 weekend in Monaco. Na alle shit die hij over zich heen heeft gehad. Terecht. Maar Red Bull heeft natuurlijk best wel wat bovenop gelegd. Maar als je dan op even ruim een tiende zat hij in de kwalificatie. Ja, het is te veel. Maar het was degelijk. Kijk, verder dan een 6 gaan we niet komen in de cijfers. Maar, dus als je Helmut Marco bent, zeg je, nou oké, hier kunnen we op voortbouwen. Even verder kijken in Barcelona. Die heeft Frans Toost ook aangemerkt als zijn belangrijke Grand Prix. Omdat dat de eerste is volgens hem die echt goed kent. Ja, volgens mij Monaco en Bahrein kennen die ook wel goed. Maar oké. Spanje dan als eerste. Dus we gaan het daar zien. Ja. Overigens, mag er natuurlijk ook wel bij gezegd worden dat de Vries samen met Sargeant zijn de enige twee die nog geen punten hebben. Dus ook geen toeval. Het zijn ook allebei rookies nog. Mm-hmm. Dus wat dat betreft... Ook de wagen natuurlijk. Kijk, als hij in een, Ferrari zit, had hij punten gehad, hoor. Van één momentje van Sargeant. Heel kleine sidestep weer. Hij werd in één ronde op een gegeven moment door drie man tegelijkertijd ingegaan. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt ontmaagd worden in de Formule 1. eventjes. Ja, die gast die denkt dat hij het best oké aan het doen is. Laat één keertje, laat hij de touwtjes een beetje vieren. En dan wordt gewoon een onderhoren gereden. Ik vond het wel knap hoe bij Williams door de banden heen ging. Monaco, daar slijten banden bijna nooit. Ja. Nu was het überhaupt bij iedereen iets meer dan normaal. Maar die van Sargeant en Albon, die moesten na 10 of 20 rondes al pitten. Dat was niet normaal. Die auto's hebben gewoon geen downforce of zo. Ja. Maar we moeten natuurlijk ook nog wel heel veel stilstaan bij Alpine. Derde plaats. Ja, die hebben goed op een donder gehad, maar die hebben goed gereageerd. Ocon, mega prestatie. Tuurlijk had hij in de kwalificatie goede track position, maar je moet het nog steeds doen. Stond ook ruim voor zijn teamgenoot. Een van zijn sterkste weekenden die ik tot nu toe heb niet gezien. Niet normaal. Hoor. En ook in de race, echt zo knap hoe hij het heeft volgehouden. En
Ja, dit is voor het team van Alpine echt een opsteken. Want dit is wel een memorabel resultaat. Want dat gaan ze dit hele seizoen... Nou ja, onder normale omstandigheden gaan ze dat niet meer behalen. En dat hebben ze nu wel onder normale omstandigheden gedaan. Twee mooie dingen. Ik lees er net over dat Jeremy Clarkson... voormalig Top Gear presentator heeft gezegd van... Goh, Alpine, dit weekend punten. Dan koop ik een biertje voor jullie. Dus, of nee, podium. Dus dat biertje dat zal er misschien wel komen in Barcelona. Maar twee, wat wel echt prachtig was, vond ik... Ferrari, die eigenlijk een beetje op de zenuwen probeerde te werken van Alpine... door de hele tijd die achterlijke dummies te ik doen. Ik weet wat jij gaat zeggen. En dat ze dat vervolgens ook nog wel even over de boordradio lieten blijken aan Ocon. Dat was wel een heel mooi moment. Ja, dat hij op een gegeven moment... we gaan ze nu pushen zodat hij door zijn banden heen gaat. Ja. Vervolgens gewoon in die andere auto te rijden. Ja, ze gingen hem ook inderdaad pushen. Dat klopt met Sainz. Sainz dacht, ik push hem even de chicane door. Dat ging ook voor Ocon, hè? Hij nam het gelukkig maar letterlijk, net goed. Ja, het zou toch zuur zijn geweest als hij daardoor inderdaad die race in de prullenbak niet gooien. Hele lompe acties. Een beetje de stijl van hoe Perez dingen heeft gedaan. Deed Sainz dat precies hetzelfde. Ik vond overigens... één dingetje wat nog bijna misging bij Alpine... was die pitstop van Ocon. Duurde ongeveer 4 seconden, geloof ik. Nog iets langer zelfs. En je zag die pitcrew echt balen ervan. Over dat ze met terug was op een podium. Dus dat was op zich ook wel terecht. Ja. Maar was wel even een seconde te langzaam. Maar goed, bij Ferrari hield ze een handje. Dus hoefden ze het niet druk te maken. Waren ze nog rustig aan het lunchen toen de tactische keuzes gemaakt moesten worden. De espresso was nog niet klaar. Ja, wat flauw natuurlijk. Maar is het, was het geluk of hebben we nu eindelijk weer de ware kracht van Alpine gezien? Nee, dit was echt op eigen kracht. Hij reed natuurlijk een fantastische kwalificatie. Het enige geluk wat hij heeft gehad, maar goed, dat was gewoon terecht, is dat Leclerc natuurlijk wegviel door zijn gridstraf. Maar ja, hij kwalificeert gewoon op de vierde plek. En Alpine, kijk wat zij hiervoor hebben. Ze hebben best wel een goede wagen. Alleen die motor is gewoon niet op hetzelfde niveau als alle andere drie motoren. Nou, dat weten we al jaren. En dat meteen is het niet betrouwbaar en vaak ook niet snel. Maar die wagen is echt wel goed. En dat zag je dit weekend natuurlijk gewoon in Monaco. Dus ja, Monaco, Hongarije later dit jaar. Weet je, dat zijn dan races waar ze er dichterbij staan. En normaal gesproken zijn ze sowieso wel het vierde team. Maar goed, neem niet weg dat het... enorm onrustig is binnen Renault. Want inderdaad, als je CEO gewoon zegt dat het een amateuristische bende is binnen je team. En Otmar Szafnauer was op de persconferentie ook wel een beetje op zijn teentjes getrapt. Want hij zat al 20 jaar in het vak en hij wist heel goed hoe het werkte allemaal. Nou, ik vind Szafnauer nou ook niet zo'n wereldster, zeg maar. Ik vind het wel een sympathieke kerel. Ja, ik heb er niet zo heel veel mee. Ja, ik vind hem sympathiek. Met aardige mensen dumpen we de gracht. Zo. Het wordt tijd voor de What the Fuck van de week. ik wil er een paar nomineren, jongens. Eigenlijk, de eerste is natuurlijk het nieuwe sprookje van Monaco. Lance Stroll en zijn 7 crashes. ik vond... En dan vind ik eigenlijk, wil ik daar nog wel uithalen. De eerste ronde mayhem. Lance Stroll op zijn best wel binnen 150 meter 3 keer tegen verschillende coureurs aangereden. Dat was niet normaal. Dat is echt niet normaal. Wat een clown. En terwijl hij het best goed kan doen in de regen. Nou, hij kan het überhaupt gewoon best wel doen. Maar hij heeft zulke hoge pieken en zulke diepe dalen. Het is niet echt constant. Ja, het was echt inderdaad die eerste ronde. En gewoon rondom die hairpin. Gewoon de 150 meter daarvoor. Alles deed hij verkeerd. Hij ging aan de buitenkant zitten. Ja. Hij ging er nog even binnen doorsteek. Het was een wonder dat hij niet zijn hele voorvleugel al kwijt was. Hij zag wel gaten die er niet waren. Ja, zeker. Ja, daar gaan we maar niet verder op in. Maar ja, nou, nee, die was echt verschrikkelijk, verschrikkelijk slecht. Oh, je zegt dat hij toen zijn voorvleugel niet kwijtwerkte, maar dat deed hij een paar ronden later alsnog. Ja, alsnog. Ja, ik vond het wel, en daarna ook inderdaad, voelt moeilijk. Maar goed, geen safety car is eigenlijk ook wel een what the fuckje van de week. Maar ja, oké, kleintje. En natuurlijk het klassieke, ja, het lijkt bijna een herhaling van vorig jaar, met grommel in de Italiaanse keuken. We hebben het toch weer mogen zien, hè? Ja, je hebt gewoon weer dat muziekje nodig op de achtergrond, dat ze weer lekker bezig zijn. Ja. Maar echt, ja. Oh, wat was die Sainz boos. En die reed echt geen goed weekend, maar reed best wel een goede race eigenlijk. Ja, en dan word je zo om zeep geholpen. Eén ronde voor de regen. Nadat je team al zo heeft lopen kloten over die boordradio. En dan halen ze je naar binnen voor sliksen.
En dan daarna dat dubbelsteken achter Leclerc. Het ging zowaar nog goed, want eigenlijk had je daar natuurlijk verwacht dat het mis zou gaan bij Leclerc, waardoor ze allebei buiten de top 10 zouden eindigen. Maar dat viel nog mee. Maar het lijkt ook wel echt letterlijk alsof degene die gewoon aan die boordradio zit, de engineer van beide coureurs, alsof daar soms wel gewoon echt het grootste probleem zit. Ja, maar dat is gewoon bananensplit. Ja, maar je moet aan de muur zitten. Ja, maar je moet toch gewoon als team. Ik snap ook niet bij Ferrari dat ze nu nog steeds niet inzien van goh, daar gaat echt wat fout. Misschien moeten we gewoon die engineers gewoon gaan wisselen of vervangen of iets. Want het werkt niet. Nee, ik hoop. Ze communiceren gewoon langs elkaar heen. Ze geven antwoord op vragen die niet worden gesteld. het is echt verschrikkelijk. Ja, dat vond ik mooi dat hij ook vandaag weer riep die voor information. Zo. Ja, waarom zeg je het me anders, vriend? Ja. Kom op. Natuurlijk is het voor de informatie wat je me vertelt. Ik bedoel, je gaat er niet over hoe het weekend was met je vrouw vertellen. Ja, het is niet de lering en de vermaak, zullen we maar zeggen. Nou, hoe dan ook. Maar ja, echt enorm van genoten. Wat was jullie, wat vak van de week? Willen jullie hierop stemmen of hebben jullie nog een eigen... Voor mij gewoon Perez was het. Dus. Perez, heel simpel. Ja, eigenlijk misschien ook wel, ja. Ja, voor mij was het Ferrari. Ja, voor mij ook wel echt Ferrari wel weer. Nou ja, ik heb er nu alweer zin in. Jongens, volgende week gaan we weer naar Barcelona. Nou, sterker nog, gaat iemand echt naar Barcelona? Ik ga letterlijk, ja. Heb je er al zin in? Ja. Ja, dat dacht ik. Ja. kun je ons een beetje meenemen waar je zo in gaat verdiepen? Wat je nog extra op gaat letten? Oeh, waar ik extra op ga letten? Nou, dat niet per se. Ja, het is gewoon weer een normale Grand Prix, zeg maar. Hebben we al een tijdje niet gehad. Updates komen altijd wel in Barcelona. Goed circuit om te weten waar je voor de rest van het seizoen staat. Omdat er eigenlijk altijd wel alles in zit. Ik ben benieuwd hoe die laatste sector nu is. Omdat die chicane daar dan nu is verdwenen. Of het inhalen dan daadwerkelijk echt beter wordt. Vraag ik me af. Maar ja, altijd wel een mooi circuit. Inhalen was altijd het puntje. Dus kijken of dat dan nu beter is met die laatste sector. Voor de rest ja, verwacht ik een beetje dezelfde volgorde. Het zou leuk zijn als Alonso wat leuks kan doen in eigen land. Nou, we kijken er alvast naar uit waar je mee terugkomt dit keer vanuit Pitstra. En we hebben in ieder geval een mooi verhaal op de planning staan. Laten we die dan alvast een beetje teasen. Hè? Met een Red Bull Junior team. Oeh. Oh, Marco? Wat mooie kopstukken. Ga je Helmut spreken? Der Helmut? Nou. Oh, hey! Ja. Dat is wel leuk, jongens. In het spannende weekend voor de Vries. Nou. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Nou ja, laten we dan maar meteen even beginnen. Het is erop in de ronde voor de Vries, hè, komend weekend. Nou, zo overdreven vind ik het nog niet. Maar hij moet gewoon een goede prestatie neerzetten. Een keertje achter Tsunoda, direct erachter. Of, achter Tsunoda. Dat liefst nog prima, daarvoor. Nee, maar letterlijk direct achter Tsunoda. En dan niet op 20 of 30 seconden. Als hij het gewoon zo doet als in Monaco, dan is het prima. Weet je, dat hij achter Tsunoda zit, is op zich geen ramp. Dan gaan ze maar niet zomaar uitmikken. Want een Liam Lawson of een Iwasa. Kijk, weet je, Iwasa rijdt ook geen geweldig Formule 2 weekend. Nee. Dus dan moet je al Lawson gaan doen, die het vorig jaar ook niet... Hij werd derde in de Formule 2. Ja, gaat die dan direct heel veel beter doen dan de Vries zonder wintertest of wat dan ook. Dus ik denk dat het ook een beetje pokeren is van kijken, kunnen we de Vries verder triggeren. Maar hij moet gewoon deze lijn doortrekken. En ik denk dat op zich wel gewoon moet lukken. 1, 2 en 3. Glazen bol. Verstappen, Alonso. Perez. Nou ja, ik heb ook Verstappen, Alonso. Ferrari gaat het niet halen met bandenslijtage daar. Dus het wordt Hamilton op 3. Oeh. Ja, daar sta ik wel op aan. Ik denk ook Max. En wel weer echt met een belachelijke voorsprong. Vermoed ik. Twee rondes voorsprong. Nou ja, bewijzen van. Ik denk ook Alonso. En ik denk ook een... misschien wel een Ferrari. Denk ik wel. Want zij gaan nog wel met een update pakket komen daar. En ik zie er eigenlijk... Ik heb het idee, en dan zal ik het proberen compact te houden. Dat Ferrari gewoon echt even die auto... Dat ze even een paar dingetjes moeten fine-tunen. En dan is die pace echt wel in orde. Nou, dan ga ik voor Verstappen. Perez. Het is een circuit waar hij niet zo heel veel fout kan doen. Dus dan zal het wel goed komen. En later. Daarna, Alonso. Goed, dit was alweer de 8e aflevering van de Undercut in 2023. Onze rosé is op, dus we gaan nu aan de volgende fles beginnen. Tot volgende week. Michael,